Precies 75 jaar geleden was Zeeland het toneel van een grote en ingrijpende militaire operatie. De Slag om de Schelde. Vandaag de Slag om Woensdrecht op de Brabantse Wal. Het terugtrekken van het 15e Duitse leger laat enkele eenheden achter in Zeeland om te helpen bij het afsluiten van de Westerschelde. En nu het bevoorradingsprobleem van de geallieerden steeds dringender wordt, wordt daarmee de druk op het vrijmaken van Antwerpen ook steeds groter. En dat is de reden dat begin oktober echt de Slag om de Schelde losbarst, als de geallieerden onder andere met Canadese troepen vanuit België oprukken naar het noorden, over de Brabantse Wal. En het doel wordt dan de toegang tot Zuid-Beveland in handen te krijgen. De A58, de toegangsweg naar Zeeland. Als je vanuit Zeeland komt, is dit het eerste wat je ziet, de Brabantse Wal. Begin oktober was deze Brabantse Wal in handen van het Duitse leger. En wil je dus Zeeland veroveren, dan is het nodig dat je deze Brabantse Wal in handen krijgt. Op 7 oktober 1944 rukken de Canadezen op naar de Brabantse Wal. Die dag begint de Slag om Woensdrecht. In aantallen militairen zijn beide partijen aan elkaar gewaagd. De Canadezen hebben meer artillerie en luchtsteun, de Duitse militairen meer ervaring. Het wordt een bittere strijd, waarbij soms dagenlang om slechts een paar honderd meter gevochten wordt. Nou, begin ging het best goed. 5 oktober werd Putten ingenomen. En een dag later kon ook Ossendrecht bevrijd worden. De Canadezen gingen de volgende dag op weg naar Hogerheide, omhoog, de Brabantse Wal op. En toen begonnen de problemen. En hier zijn we aan het einde van de Raadhuisstraat in Hogerheide, waarna dat de Duitsers versterking hadden gekregen, hevige straatgevechten uitbraken. Hier werd letterlijk om elke meter gevochten met grote schade voor het hele gebied. Een gelukkige omstandigheid was dat de burgers, de inwoners van Hogerheide, door de Duitsers geëvacueerd waren. Daardoor vielen er relatief heel weinig burgerslachtoffers. Dat kan ik niet zeggen van de militairen. Ongeveer 70 Duitsers en Canadezen sneuvelden in dit relatief kleine gebied van Hogerheide. Door de hevige straatgevechten werd alles kapot geschoten, alles vernield. En sindsdien heet met name ook dit deel van de Raadhuisstraat de Verwoeste Hoek. De straatgevechten in het centrum van Hogerheide leiden tot een padstelling. En de strijd om de Brabantse Wal wordt een slijtageslag. Op vrijdag 13 oktober opent het Canadese regiment de Black Watch een aanval op de Duitsers die liggen ingegraven bij de spoorlijn naar Vlissingen. Met het oog op de verovering van de daarachter gelegen Kreekrakdam. Maar daar kwamen de Canadezen vandaan over wat nu de snelweg is. Hun doel was de spoorlijn te veroveren. Maar in die spoorlijn, in de dijk, zaten over bijna de hele lengte Duitse parachutisten ingegraven achter hun machinegeweren. En opende een dodelijk vuur op de Canadezen. In totaal sneuvelden 58 Canadese militairen op Zwarte Vrijdag, Black Friday, een bloedbad. Omdat de opmars vastliep, probeerden de Canadezen op 16 oktober het via de bebouwde omgeving van Woensdrecht. Ze bestookten de Duitsers met hevig artillerievuur, maar zij hielden stand en ze waren zelfs in staat om een tegenaanval te ondernemen. En die tegenaanval leek heel erg succesvol te worden. En alleen door vuur op de eigen linies van de Canadezen zelf zorgde ervoor dat de Duitse opmars tot stilstand kwam. Een slachting onder de Duitse parachutisten was daarbij het gevolg. In dit stukje straat van Woensdrecht kwam meer dan 50 ton aan granaten naar beneden. En van het meest beschoten gebied van deze omgeving.
Het gevolg van deze dag vol met gevechten is dat beide kanten uitgeput raakten en er opnieuw sprake was van de zoveelste impasse. Pas toen een andere Canadese eenheid optrok naar Bergen op Zoom, beseften de Duitsers dat ze ingesloten dreigen te raken en verlieten dit gebied waar zo lang, zoveel weken, een hevige strijd is gevoerd. De strijd op de Brabantse Wal is op 27 oktober definitief beslist. De Slag om Moensdrecht heeft dan 21 dagen geduurd en bijna 1000 levens gekost. De Canadese slachtoffers worden hier in Bergen op Zoom begraven, zoals uiteindelijk veel Canadese doden die tijdens de Slag om de Schelde vallen. Hier liggen ruim 700 Canadese soldaten gesneuveld in de Slag om de Schelde. Bijna 500 daarvan vielen in de Slag om Moensdrecht. En daarom is dit ook een hele belangrijke plaats. De Krekenhoutdam is in Canadese handen. Daarmee zijn de Duitsers op Zuid-Beveland en op Walcheren ingesloten. Maar hun kanonnen beheersen altijd nog de toegang tot de Westerschelde. Tegelijkertijd zijn de Canadezen een offensief gestart in West-Zuid-Vlaanderen. Hier, operatie Switchback. Dit zal een van de zwaarste strijdtonelen worden van de Slag om de Schelde. Met hevige luchtaanvallen en artilleriebeschietingen willen de geallieerden de Duitsers in West-Zeeuws-Vlaanderen verslaan. De streek wordt letterlijk met de grond gelijk gemaakt.